Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben uw vraag van met Rollercoaster Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hola. En we zijn vandaag weer hier bij ons parkje en ik heb de vorige aflevering mooi een hyperachtbaantje neergezet. Echt wel een hyperachtbaantje, want het is echt gewoon een klein ding, maar hey, sure, dat maakt niet uit. In ieder geval, ik ga eventjes gelijk overal even bankjes neerzetten en ik weet niet wat Ido voor plan heeft. Nieuwe achtbaan. Dat kan. In ieder geval, er komen behoorlijk wat mensen hier deze kant op, dus dat is wel fijn. We kunnen een beetje meer de mensen laten verspreiden en dat is ook wel handig. Want anders gaan ze zeggen van, ja, het is een beetje te druk in dit park. Nou, hoe zal dat toch komen? Dat ben jij niet. Dat zijn de mensen die veel druk zijn. Zoiets. Zo. Wat mooi van die bankjes en prullenbak. Wauw, ik heb nog niet eens 1 minuut... een bankje neergezet, gelijk al gesloopt. Zijn mensen toch erg hier in dit park? Doe je toch ook niet thuis? Bij thuis is het oorlog. Bij jou? Ja. Misschien hoor je het wel, iets geknald van vuurwerk. Ja, ik hoor het volgens mij net al, ja. Het is, 1 januari. Ja, dat klopt. Als ik het raam dicht doe, dat vergaat hier van de hitte. Van de kachel. Zo. Als ik het raam open doe, heb je geluidsoverlast van vuurwerk. Ja, dan is het wel van, ja, wat moet je dan? Precies. Oké, eens even zien. Wat voor een attractie komt er nou? Weer een waterattractie op 1 maart. Oh, want de achtbanen die zijn allemaal al klaar. Oh. Dan zet ik ook wel even rustige attracties aan. Dat kan meestal ook nog wel eens leuk zijn. Meestal. Maar dat is niet altijd. Precies. Nee, maar ik wel weer een lekkere... Waar ben ik dan meer plempen? Nou, je bent gewoon een heel complexe achtbaan aan het maken. Doe me een beetje denken aan een achtbaan in Movie Park Germany. Die SpongeBob? Ja. Die heb je ook in Walibi gehad. Ja, maar daar doet hij me een beetje aan denken. Dat is wel grappig. Je kan wel veel complexe dingen bouwen, hè? Complex? Nou, je maakt een hele lange rechte stuk, man. Oké, dat maakt niet uit. Jemig. Ik doe geen half werk, dat zie je ook wel, hè? Nee. Ja, nu komt het moeilijkste zeker nog. Dat het heel goed werkt. Ik ben overal ketting op deze achtbaan plaatsen, dus. Oh. Dan. Nou, mijn hypercoaster begint ook alweer lekker vol te zitten. Damn. Damn it! What the fuck ben je dan weer aan het doen? Zitten zo ongeveer, hoeveel zal het zijn, 100 mensen in de hypercoaster op het moment. Zo, dat is een lekker lange perron. Echt, hè? Noem maar 3 karretjes op. Nee, even zien hoeveel karretjes, 16. Bezoekers klagen over de smerige voetpaden. Nou, dan moeten ze maar niet zoveel kotsen. Nou, eens kijken hoe dat ding werkt. Echt, hè? Nou, volgens mij gaat dat ding wel goed werken, denk ik. Kun je er geen fotogedeelte bij toevoegen? Nee. Ah, oké. Okay. Echt de muziek die hierbij zit. Ja, en er gaat ook echt maar één karretje. Kun je lang wachten. Nah. You had one job.
En je fuckt dit op. Sorry, wet van de zwaartekracht, hè? Ja. Maar mijn hypercoaster is ook echt lekker compact. Compact overal ingepropt en alles. Dat je van mij ziet. Ja, dan denk je zo van... Wat voor beest heeft hier dan weer in lopen kloten? Nou, de enige beest in het hele park is ieder. Maar oké, dat maakt niet uit. Ik sloop alles wat ik tegenkom. Op van Sun and Moon, episode 100. Oké, okay, ja, dat kan ook. Met die Ultra Beast. Ah, ja. Die was, heb je die gezien dan? Ja. Episode 100 van Sun and Moon? Volgens mij wel, ja. In welke tab heb je die gezien dan? Wacht even, heb je dan over de game of over de... Over de serie. Oh, over de serie. Nee, dan niet. Dan niet. Ponsboten. Want ik kijk die serie in het Japans. Ja, dat kan. Want ik kan het zien via onze tv namelijk. Ido. Door die Japanse Cartoon Networks. Aha. Vraag me niet waarom ik dat af en toe kijk, maar dat is gewoon niks op tv. Ja, soms heb je gewoon niks te doen, hè. Dus dan denk je van, ja, ik verveel me kapot. Dus, Nou. Maar dan ga ik weer de mensen onderspelen op WhatsApp als ik me verveel. Poging 3. En de meeste mensen zijn er toch niet zo blij mee dat ik ze onder ga spammen. Ik kan wel snappen waarom. Mark heeft er ooit een keer slachtoffer van geweest. Is van 6.000-7.000 berichten per minuut of zo. Ja. De telefoon was 3 uur aan het rammelen volgens mij. Ja, mijn mobiel vond dat niet leuk. Begon helemaal vast te lopen toen. Nee, dat was weer een ander bericht van mij. Toen was ik toch een keer een bom sturen. Oh ja, nee. Ja, oké. Okay, dat kan ook. Dat was toen. Oh my god, Ida. Serieus? Echt gewoon... Een pixel ervoor. You had one job. Poging 5? Beetje apart dat maar één attractie je karretje gaat. Ja, maar ik zet hem op start en dan meteen stop. Oh. Meteen test sluit. Zodat het niet boom kan gaan. Of zo. Precies, zoals bij jou bij een aantal episodes geleden. Ik heb dat totaal niet gedaan. Met de ontstopper. Kom je daarbij? Aha. Hoe durf jij te liegen? Nee, ik ben gewoon heel komisch bezig en denk gewoon dat ik dat er gewoon niet is gebeurd. Maar oké, dat maakt niet uit. Oké, nu zal hij wel moeten werken, denk ik. Ido, je zit een verkeerde stuk baan te maken. I see. Oh my god. Wat voor baanstuk was ik aan het aanpassen de hele tijd dan? Ja, een baanstukje ernaast of zo. Nee, dat is de helling naar beneden. Ja! Ja, dat werkt! Poging 6. Ja, we zijn sowieso al iets van 10 minuten aan het kloten met jouw achtbaan. Yay! Dus dat is heel erg soepel. Heb je hier een bewaker op gezet op dit stuk pad en al schoonmaken? Schoonmaken wel. Het ziet er niet nou zo uit dat de schoonmaker hier rondloopt. Nee, maar ik heb er wel eentje gehuurd en heb hem daarop gezet, dus ik zou het niet weten. Nou, hoeze poging is dit? Volgens jou de zesde, dus ik denk de zesde. Allemaal kettingen omhoog. Wauw, die gaat heel langzaam over die helling heen. Godverdomme. Had je niet langzaam kunnen maken? Wat? Niet zo vloeken jij. Ach ja, maakt niet uit.
Nieuwe, ja, die kans, nieuwe kansen en alles. En, ze kunnen harder vloeken, wist ik zeggen. Zoiets. Ja, we zitten nu ook alweer in jaar 3. Dus dat gaat helemaal soepel. Ook goedemorgen naar buiten. Ja, en nu moet je alleen nog een pad aanleggen. Ik ben iets anders bezig. Maar holy Jesus. Nou, nu komt het pad. Ja, dan heb je dat nog. Maar dat is helemaal geen probleem. Ik heb een idee namelijk. Oef. 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 Overal die kaartjes heen rijden. Echt overal. Dat is één dikke chaos. Ja, zoiets. Maar dat betekent wel dat het goed snel doorloopt. Exactly. Dat betekent dat ik hier dus mooi... dit gaan doen. En dan komt hier dus dit soort pad te liggen. Echt, dit is net zo'n hive mind van muizen die aan het werk gaan of zo. Je ziet ze overal. Pad aangesloten. Nou, laat de mensheid maar komen. Het is gewoon een uitvinding voor de mensheid, dit. Zoiets. Crooked House. Ik weet hoe goed dat ging. Een van de vorige parken. Geleden. Kijk hoe het plezier waar is. Dus deze gaat heel goed lopen. Ah, dat zie ik. En intensiteitswaarde is ook onderbroken. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan er in ieder geval. Ik heb wel meer opwinding. Die kun je heel fout opvatten. Ja. Zullen we het maar niet over hebben? Hoe fout die konden worden opgevat? Ja. Laten we er maar wel over hebben. Ik weet niet of je het ziet, maar onze parkwaardering is naar beneden gelopen. Oeh. Er komen daar die smerige voetpaden. Ja, dat is wel duidelijk. En we hebben ook gewoon bijna, of we hebben meer dan 2000 bezoekers. Dus misschien daar ook. Dus ik denk niet meer dat marketing een idee is om te gebruiken. Jawel. Want het heeft ermee te maken maar, dat het gewoon te is. In gaten heb, maar het was eerst lager. Ja, oké. Okay. Maar deze achtbaan gaat nu zo ook heel goed lopen. Maar ik heb eerst over geld van paraplu. Ja, dat ook. Als ik nou slim ben, zet ik hier nog een informatiekioskje neer. Open ik hier ook even. Dat zal wel heel handig zijn, ja. Want en daar lopen ze sowieso langs de informatiekiosk. Ja, en hier komt sowieso een paraplof. Ook sowieso dat. Jemig. Het loopt echt door met die wilde muisachtbaan. Holy mamma mia, pizzeria. Je hebt één grote chaosbaan. Ja, zoiets. Kijk, dan weten we ook wel weer hoe chaotisch het in Idols brein werkt. Nou, dat valt op zich best wel mee. Nee, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Het is net zoals je wil gaan slapen en er zo'n dansende olifant door je tuitert. Heb je dat gevoel? Nee. Oké, dat is echt freaking random.
Ja. Weet je wat? Voordat ik de aflevering afgesloten, ik ga ook nog even wat eten en drinken hier neerzetten. Een mooie hamburger. Voel bakken! Hamburgerkraampje is ook wel prima. Nee, het project zelf elke toe, want staat. Ze zijn nu goed afgesteld. Een broodjeskraam en frisdrank. Oké. Okay. Hop. En... gewoon mooi hier in de hoek. Oh my god, Ida, wat ben jij aan het doen? Hè? Huh? Dat viel ook echt niet op, heel de tijd pauze en zo, dit en dat. Plaktoetsen. Zoiets. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later. Cheers.